Morgen, het is 7:50 en ik fiets naar school. Naar een lege school. En dat is wel raar. Ja, het leukste van mijn werk vind ik jullie. Jullie zijn er dan niet. Dus dat is wel even een gek idee. Oké, jongens, dit is toch wel raar. Moet je zien, het is zelfs donker. En ik ben echt de enige. Meester J is op kamer 3. En juf Anna komt zo meteen. Het leukste lokaal van Wereldwijs. Oh, kijk nou. Helemaal leeg. Maar gelukkig. Gewoon zoals we gewend zijn. Nou. Hop. En nu ga ik even alles via Paro versturen. En naar jullie. En dat doe ik vanaf mijn laptop. Ik was bij de Action en ik zag dit wisbordje voor 99 cent. En dat is wel echt een aanrader, denk ik. Heel officieel mini whiteboardje voor thuis. Oké, het is maandag en we gaan even kijken naar Oefenweb. En ik verwacht dat jullie wel veel geoefend hebben, want jullie zijn natuurlijk een hele week thuis gebleven. We gaan eens even kijken. Ik ben hier bij Rekentuin. Maandag 16 maart tot en met 23 maart. En je weet, 100 opgaven, dat is de afspraak. Dat is ons huiswerk. En oei, oké, even kijken. Goh, ik had wel meer verwacht, jongens. Heel veel kinderen zelfs gewoon niet geoefend. Het is ons huiswerk. Nou, ik kan me voorstellen dat het wel even wennen was deze week. Met ineens een nieuw ritme. Maar moet je eens zien, Keanu. Hey. Wow. Overduidelijk. De rekentopper van de week. Ik schrijf het even op. We gaan kijken naar taal. Ik ben benieuwd. Taal. Oei. Oh, dat is ook wel weer leeg. Hey. Hoe kan dat? Dat wil ik wel even van jullie weten. De taaltopper is Emily. Words and Birds, die is vanaf nu ook hoort bij ons huiswerk. Veel zijn dat vergeten, denk ik. Behalve Boa. Netjes Boa. Ik ga jullie op het blaadje schrijven. De weektoppers. Nou, speciaal voor Sarah laat ik even zien wat voor eten ik mee heb voor vandaag. Een lekker bakje kwark, kokos, smaak, 2 eitjes, sinaasappeltje. En natuurlijk, hoe kan het ook anders, een broodje kaas en een broodje hagelslag. Bodil is in het jeugdjournaal, kijk mee. Hoeveel meter rent hij gemiddeld in 1 minuut? Met echt een topper Bodil. Goed voorbeeld voor de rest. Deze dag zit erop. Ik ben dus begonnen met het sturen van jullie planning. Daarna heb ik even een stukje voorgelezen en heb ik van 10 tot 12 met bijna iedereen kunnen bellen. Toen heb ik even lekker geluncht samen met juf Anne, juf Ineke en juf Helen. Die waren ook op school. En nu ga ik verder met het opnemen van instructievideo. Challenges stromen trouwens ook binnen. Van Effe en Zora heb ik al een filmpje. En of dat is gelukt, zul je zien aan het eind van deze vlog. Dan laat ik alle filmpjes zien die ik binnen heb gekregen. Ik ga weer richting huis. De wifi valt hier de hele tijd uit.
Dus dan kan ik de filmpjes niet uploaden en dat is best wel onhandig. Dus ik ga even lekker op de fiets naar huis en dan thuis nog even doorwerken. Dit is toch genieten? Het is lente. Ik weet dat nog voor heel dit gebeurde er wel eens kinderen hadden gevraagd of ik mijn huis eens kon laten zien. Ja, dat is nu een mooie kans. Dus ik dacht, ik doe even een klein home tourtje. Nou, oké, hier kom je binnen in mijn home met al mijn schoenenverzameling. En dan zie je al een stukje van mijn woonkamer. Ik heb hem een klein beetje verbouwd. Kijk, hier ben ik aan het werk. En normaal heb ik de tafel gedraaid. En staat dat schilderij hangt daar. Nu, ja, is dat de planning geworden. Wat nog meer veranderd is, is hier mijn mini sportschool. Jullie weten het, hè? Ik hou van trainen. Dus dat doe ik nu gewoon thuis met wat spulletjes. En daar ben ik hartstikke blij mee. Dat gaat hartstikke goed. Nou, hier chill ik. Kijk, lekker tv. Netflix. En kijk. Daar hebben we Lef. Daar hebben jullie allemaal tekeningen toen voor gemaakt. Nou. Slaapkamertje. En hier. Hallo. Kijk, jullie zien alleen de hele dag mijn hoofd. Maar eigenlijk had ik gewoon een hele chille sportbroek aan. En vanaf hier kan jij mijn tuin zien. Het is eigenlijk wel een beetje een zooitje. Ja, dat moet ik nog gaan opruimen. Nou, mooi de tijd voor, hopelijk. Keuken. Nou, ik rammel. Dus ik ga zometeen lekker koken. Dit ga ik klaarmaken vanavond. Dat wordt wel een lekker hapje, denk ik. Veel groenten. Lekker gezond blijven eten deze dagen. Extra goed voor jezelf zorgen. Zo, de vegetarische Mexicaanse reepjes gaan de oven in. De courgette ben ik aan het grillen. Ik heb hier allerlei verschillende bonen en wat mais. En daar doe ik nog lekker broccoli door. Handige manier om nog meer groenten en dus vitamintjes binnen te krijgen. Nu ga ik de wraps beleggen. Nou, door alle kaas zie je het niet. Maar hieronder zitten de bonen en broccoli met reepjes, de courgette en lekker kaas erover. Nog eventjes de oven in om te laten smelten. Er nog tomaat, avocado en koriander over gedaan. Ziet er goed uit, hè? Maar hoe ik dit nou op moet gaan eten. En dan is het nu tijd voor een training. Nou, die workout zit erop. Zoals je ziet ben ik best aan het zweten, dus ik heb goed mijn best gedaan. Nog helemaal ontspannen kan ik niet, want ik moet toch nog eventjes wat klaarzetten voor morgen. Zodat ik morgenochtend meteen al het werk naar jullie toe kan sturen. En dan kan ik lekker even ontspannen. Lieve jongens en meiden, dan zijn we nu bij het moment aangekomen waar jullie allemaal op hebben gewacht. Het resultaat van de challenge. Het was zwaar, dat zei ik al. Het lijkt makkelijk, maar dat was het echt niet. Ik heb daar heel veel voor moeten oefenen. Nu pas lukt het me. Dus als het wel is gelukt, super knap. We gaan even kijken. Veel plezier. De challenge is ook. Als het lukt, krijgen ze broodjes uit de oven. Ga door. Als het niet lukt, doe niet.
stuk. Laat me weten wat je vond van deze vlog en of jullie willen dat ik het vaker doe. En zo ja, wat zou je dan willen zien? Ik ga lekker slapen, want het was een hele lange dag en morgen weer vroeg op. Ik spreek en zie jullie snel via videobellen op WhatsApp. En we houden contact. Blijf gezond, doe rustig aan en tot gauw. Vergeet het blauwe duimpje niet. Heel belangrijk om zo je vlog mee te eindigen, toch? Jullie weten dat beter dan ik. Ik ben zo'n oude juf.